Advocaat van de veroordeelde in het 8 december strafproces, Erwin Kanhai, heeft een verzoek voor gratie ingediend bij het Openbaar Ministerie, OM. De bevestiging voor de indiening werd vanmiddag gegeven door het Openbaar Ministerie. Vanmorgen sprak president Chandrika Prasad Santokhi met journalisten en wees erop dat er vanaf vandaag een proces loopt via het Openbaar Ministerie voor wat betreft de uitvoer van het vonnis. Nou kijk, je hoeft niet veel na te denken, omdat de wet, het wettelijk systeem al duidelijk heeft aangegeven hoe het traject eruit ziet van gratie. Eén is namelijk als je nu, let wel, nu in deze fase, direct na het vonnis, gebruik wensen maken van de voorziening van gratie. Dat zegt de wet namelijk dat je een verzoek moet indienen voor die opschorting van het vonnis. En in die periode van die 8 dagen moet je dan je gratieverzoek indienen als je dat wenst. Tevens zegt de wet hoe je het moet indienen, wat de procedure is en wat het proces is. En uiteindelijk als het gratieverzoek bij de president komt, dan moet de president het onverwijld sturen naar het Hof van Justitie voor advies. Nou, dan wacht de president op het advies van het Hof. De president zegt te merken dat er wat misverstanden zijn binnen de samenleving over de gratieverzoeken. Het staatshoofd deelde zijn persoonlijke verwachtingen met betrekking tot het advies vanuit het Hof van Justitie. Ik ga ervan uit dat het Hof me niet met één zin gaat aangeven van wat het Hof denkt en het advies best te geven. Dat het Hof ook naar alle aspecten gaat kijken, naar alle overwegingen, naar alle gronden. En dat ik dan op basis daarvan het advies krijg. En natuurlijk ga je als president samen met alle deskundigen naar het advies kijken en een besluit nemen. Welke passen in onze rechtsstaat gedachten, welke passen ook in de geest die we als land willen. Dat er verschillende groepen zijn, dat alle groepen een stukje genoegdoening willen, dat we orde en rust willen. Dus laten we even kijken naar de gratiegronden en overwegingen. Laten we kijken wat het Hof zegt en laten we niet een beetje prematuur zijn om nu al conclusies te gaan trekken. Santokhi zegt uit te kijken naar het advies van de rechterlijke instituten en benadrukte dat elk verzoek in behandeling wordt genomen.